Geitenboer Alexander van der Schans heeft drukke tijden. Zijn beesten zijn volop aan het lammeren en bovendien wil hij graag uitbreiden. Ja, een groot hok met geiten die loslopen, lekker open. En zoveel mogelijk een natuurlijke leefomgeving voor de geiten creëren. Zijn nieuwe bedrijf moet hier komen aan de Schoofbandweg in Rossum. En daar zijn de 22 buurtbewoners niet blij mee. Paul van Haren woont op nog geen 900 meter van de nieuw te bouwen stal. En heeft alle scenario's al uitgestippeld. Ja, Q-koorts, zoonose, fijnstof, uiteraard odeur, geur. Maar de gemeente ziet de geitenstal wel zitten, want de nieuwe geitenstal vervangt een oude varkensboerderij. Zelfs met een intensieve veehouderijbestemming, en die locatie was al een aantal jaren te koop, stond te verpauperen en die locatie wordt nu aangepakt. Toch zijn Paul van Haren en de buren er niet gerust op. Ze hebben grote borden tegen de komst van de geiten in het weiland gezet en zijn zich gaan verdiepen in alle rapporten. Stevige rapporten. Als u dit pak hier ziet, dan ziet u die enorme stapel die ik heb moeten onderzoeken. En daaruit blijkt dat er al jaren gewerkt wordt in deze richting. Maar wij hoorden het pas vorig jaar. Je moet eerst dus rapporten hebben om over de feiten te kunnen beschikken. Maar toch is ook buurgemeente Zaltbommel niet blij met de geitenstal. Hun nieuwe industrieterrein, net over de gemeentegrens, valt binnen de stankcirkels van de geplande geitenboerderij. Toch denkt geitenboer van der Schans daar wel uit te komen.